Hallo, welkom op Campus Het Spoor. Ik ben Roel Willekes, een van de twee directeurs op deze campus. En ik neem jullie graag mee in het aanbod dat we voor jullie hebben in ons eerste jaar. Als je bij ons start in het eerste jaar, dan heb je de keuze tussen het eerste jaar A-stroom en eerste jaar B-stroom. Ik ga jullie meer vertellen over de A-stroom en over Cognosco binnen onze A-stroom. Wat je van mij gaat krijgen, is een verhaal van talenten en interesses, omdat we dat op onze campus erg belangrijk vinden. Als je bij ons op de campus wil starten, dan maak je je keuze eigenlijk in drie stappen. Als je kiest voor de A-stroom, dan is de eerste keuze die je moet maken de keuze tussen 1A of 1A Cognosco. Wat Cognosco juist is, leg ik jullie straks nog uit. Een tweede stap is kiezen voor een optie. Bij ons kan je in het eerste jaar kiezen voor de optie Latijn, de optie STEM Expert, of de optie met de vaste academies. Een derde stap is kiezen voor een talentacademie. Met deze drie stappen zijn we er zeker van dat we iets hebben dat past bij ieders talent. Om te starten laat ik jullie graag onze lestabel in de basisvorming zien. In de basisvorming zitten de vakken die alle leerlingen in het eerste jaar krijgen. Je gaat hierin heel wat vakken herkennen die je misschien ook op andere scholen al gezien hebt. Wat we wel gedaan hebben, is een clustering gemaakt. Een clustering die van het eerste tot het zevende jaar doorloopt. Binnen onze cluster taal en communicatie zitten de vakken Nederlands, Frans en Engels. Binnen de cluster stem en gezondheid vind je vakken terug als wiskunde, techniek, natuurwetenschappen en lichamelijke opvoeding. In de cluster cultuur en maatschappij zit het vak burgerschap. Het burgerschap is een vak wat je misschien op andere scholen niet aantreft. Wij vinden het wel belangrijk om in het eerste en het tweede jaar rond burgerschap te werken. In burgerschap behandelen we thema's zoals wie ben ik zelf, wie ben ik in mijn groep, wie ben ik in de maatschappij. Binnen de cluster cultuur en maatschappij zit ook geschiedenis, geowijsheid, leesbeschouwing, kunst en muziek. Geowijsheid is misschien ook een onbekend begrip. Geowijsheid is onze naam voor aardrijkskunde, dus dat is wat je in dat uur mag verwachten. Leesbeschouwing is bij ons een eigen keuze. Bij ons kan je alle officieel erkende leesbeschouwingen kiezen. Kunst en muziek, daarvan vinden we het belangrijk dat leerlingen ook in het eerste jaar verder kunnen werken aan hun eigen culturele ontwikkeling, dus we bieden zowel kunstvakken aan als muziek. Als je deze basisvorming, of althans de uren daarvan, bij elkaar optelt, dan ga je 27 lesuren terugvinden. Dat wil zeggen dat er 5 lesuren zijn waar we nog een andere invulling aan geven. In totaal zijn leerlingen 32 lesuren bij ons op school. Als we kijken naar de 5 lesuren die we nog vrij invullen, dan is eentje daarvan voorzien voor de leercoaching. We weten dat de stap van de lagere school naar het middelbaar vaak een hele grote stap is voor leerlingen. Binnen de leercoaching willen we dan ook de stap met hen verkleinen. We gaan met hen kijken hoe dat je juist aan de slag gaat met Smart School bijvoorbeeld, of de laptop die de leerlingen van ons in bruikleen krijgen. Er wordt ook gewerkt aan planningen. Wanneer maak ik een taak? Wanneer studeer ik voor een toets? En als één keer de eerste examens daaraan komen, wordt er ook heel veel tijd gestoken in een planning maken, samen, kijken welke leerdoelen er bereikt moeten worden, om zo ook die eerste examens op een hele goede manier voor te bereiden. Wat we ook bekijken binnen de leercoaching, zijn thema's die voor leerlingen van die leeftijd erg belangrijk zijn. Zoals bijvoorbeeld, hoe ga ik om met mijn gsm? Wat doen we rond pesten? Hoe gaan we aan de slag met allerlei thema's waar in andere vakken misschien te weinig tijd voor is? De andere 4 uren besteden we aan onze academies. Binnen de academies ligt eigenlijk de mogelijkheid voor de leerlingen om hun eigen leerproces vorm te geven. Om hun eigen keuzes te maken, om te kijken waar juist hun talenten en interesses liggen. Leerlingen die kiezen voor Latijn, hebben het eerste jaar 4 uur Latijn per week. Leerlingen die kiezen voor Latijn zijn doorgaans leerlingen die geïnteresseerd zijn in Romeinse en oude culturen. Zijn ook leerlingen die erg graag aan de slag gaan met tekst- en bronnenmateriaal. En zijn ook leerlingen die een voorliefde hebben voor talen en die graag met taalsystemen, met woordenschat, met grammatica aan de slag gaan.
Leerlingen die in de lagere school al heel graag Frans en Nederlands doen, ja, daarvoor is de optie Latijn natuurlijk een perfecte keuze. Leerlingen die eerder talent en interesses hebben in alle stemvakken, die kunnen bij ons kiezen voor de stemexpert. Daarbij gaan we 2 uur per week dieper in op alles wat met stem te maken heeft. Leerlingen die kiezen voor stemexpert zijn heel vaak geïnteresseerd in hoe dat je dingen moet onderzoeken, hoe dat je dingen moet ontwerpen, gaan eigenlijk een perfecte match krijgen tussen denken en doen. Het zijn ook leerlingen waarvoor de vakken wiskunde, wetenschappen, techniek en ontwerpen niet zo heel vreemd zijn. Het zijn ook leerlingen die graag onderzoeken, geen wat ze onderzoeken, evalueren en bijsturen en daarbij hun eigen leerproces voor een stuk vormgeven. Leerlingen die kiezen voor de stemexpert krijgen 2 uur per week stemexpert en kunnen daarin boven 2 uur per week nog vrij kiezen voor een talentacademie. We kunnen ons natuurlijk ook voorstellen dat niet iedereen in de lagere school al heel goed weet wat hij juist wil studeren of wat hij juist wel en niet interessant vindt. Voor die leerling hebben we de vaste academies. 4 keer per jaar laten we leerlingen proeven van een ander domein dat we bij ons op school aanbieden. Zo gaan leerlingen 8 weken op een schooljaar op zoek in STEM en wat STEM juist voor hen kan betekenen. Ze gaan ook 8 weken werken rond economie bijvoorbeeld. Ze werken ook 8 weken rond een project met talen en ze werken 8 weken rond een project met welzijn. Zo hebben ze op een heel schooljaar lang eigenlijk 4 vaste academies gehad waarbij ze heel goed hebben kunnen proeven van wat hun wel en niet interesseert, waar hun talent wel of niet ligt. We doen dat 2 uur per week met hen, zodat er ook nog 2 uur overblijft voor een talentacademie. Die talentacademie, daar mogen ze ook 4 keer per jaar een keuze in maken. Dus als ze bij ons het eerste en het tweede in de A-stroom volgen, dan hebben ze eigenlijk 8 talentacademies kunnen uitproberen. Waarom doen we dat nu juist, talentacademies? Wel, die talentacademies geven leerlingen meer inzicht in zichzelf, in hun talenten en in hun interesses. We hopen met die talentacademies in te zetten op een positieve studiekeuze, omdat ze zichzelf beter leren kennen. We geven hen ook de kans talenten te ontdekken die ze misschien in zichzelf nog nooit gezien hadden. Leerlingen mogen in die talentacademie ook kiezen voor iets wat ze graag doen, voor iets wat hen interesseert. Maar evengoed willen we hen de mogelijkheid geven om dingen te ontdekken. We vragen van hen wel een open geest. Dingen die ze kiezen, moeten ze ook een aantal weken blijven volgen. Wat wij in ruil doen, is feedback en feedforward geven, zowel aan leerlingen als aan ouders, om met hen te kijken waar die interesses, waar die talenten juist liggen. Leerlingen volgen 2 uur per week bij onze talentacademie en ze hebben eigenlijk 4 keuzes per jaar. De keuzes die we op dit moment in de talentacademies aanbieden, zijn wiskunde anders bekeken, waarbij we gaan kijken hoe wiskunde ook in spelvormen aan bod kan komen. Is een talentacademie Engels, kunst, techniek, ondernemen, sociaal, drama, sport, wetenschap en multimedia. Dit is geen definitieve lijst. Het zou kunnen dat er nog altijd talentacademies bijkomen. Maar het zijn alleszins verschillende academies waar leerlingen steeds uit kunnen kiezen. Natuurlijk, jullie kiezen nu voor het eerste jaar, maar het is ook belangrijk om te weten waarin leerlingen kunnen doorstromen in het tweede jaar. En we hebben bij ons op de campus een heel breed aanbod, ook in het tweede jaar. Bijna alle basisopties die leerlingen in het tweede jaar A kunnen volgen, bieden wij aan. Klassieke talen, moderne talen, wetenschappen, stemwetenschappen en stemtechnieken, maatschappij en welzijn, economie en organisatie en tenslotte sport. Leerlingen die bij ons in het tweede jaar zitten, hebben 25 uur per week de basisvorming, hebben 4 uur een specifieke vorming, de basisoptie, mogen ook 2 uur per week een talentacademie kiezen en ook de leercoaching zetten we in het tweede jaar verder, omdat we zeker in die eerste 2 jaren merken dat dat nodig is om met leerlingen daar rond aan de slag te gaan. Binnen 1A heb je bij ons ook de mogelijkheid om te kiezen voor 1A gecombineerd met Cognosco. Over Cognosco doen soms de wildste verhalen de ronde. Dus ik ga jullie
Een aantal belangrijke weetjes alvast meegeven. Cognosco bestaat bij ons op de campus sinds 2013. Het is iets uniek in de regio. Andere scholen uit Mol bieden dit niet aan. Cognosco is op zich geen studierichting. De leerlingen die Cognosco volgen, kiezen in het eerste jaar voor een optie en kiezen in het tweede jaar ook voor een basisoptie. Het is geen methode, het is geen Dalton, het is geen Freinet. Het is eerder een manier van werken. Het is een manier van werken gebaseerd op de principes van zelfregulerend leren. Leerkrachten zijn dan ook niet zozeer mensen die altijd frontaal staan en lesgeven, maar zijn heel vaak mensen die hen begeleiden, die hen coachen. Ze noemen zichzelf dan ook coaches, eerder dan een leerkracht. Leerlingen die bij ons in Cognosco zitten, zitten ook allemaal samen in elkaars buurt, hebben een gemeenschappelijke gang, waardoor ze elkaar vaak veel beter kennen. Bijzonder in hun werking is de klassenraad, zijn de projectweken en zijn de toonmomenten, waarbij ze ook aan ouders laten zien wat ze juist gedaan hebben in de weken. Doordat leerlingen van Cognosco vaak bij elkaar in de buurt zitten, is er ook een buddywerking, waarbij een leerling van het tweede jaar een leerling van het eerste jaar mee op sleeptouw neemt. Als je kiest voor Cognosco, dan zijn er natuurlijk een aantal verwachtingen. Wat je van de coaches mag verwachten binnen Cognosco, is dat het een team van enthousiaste leercoaches is die erg dicht bij hun leerlingen staan. Ze zijn nauw betrokken bij het leerproces van de leerlingen en kunnen op die manier dus heel goed vertellen wat juist talenten en interesses zijn. Maar er zijn natuurlijk ook een aantal verwachtingen die de coaches van jullie hebben. Stel dat je voor Cognosco wil kiezen. Dat is zelf leergierig en zelfstandig zijn en houden van een uitdaging. Graag planmatig en onderzoekend aan de slag gaan. Zelf initiatief en verantwoordelijkheid nemen. En je eigen pad durven verkennen op eigen tempo. Het uitgangspunt bij Cognosco is de leervoorkeur van de leerling. We weten dat niet elke leerling graag op deze manier aan de slag gaat. Om te kijken of Cognosco wel iets is voor jou, is er dan ook een Cognosco-dag, waarbij we met jullie op die dag aan de slag gaan, zoals onze Cognosco-leerlingen vaak dagelijks aan de slag zijn. Als je geïnteresseerd bent in Cognosco, dan moet je je natuurlijk wel aanmelden voor 1A, net zoals je dat ook moet doen in onze gewone 1A. Tegelijkertijd moet je je ook inschrijven voor de Cognosco-dag. Dat is op 21 april. En je kan de link hiervan of hiervoor vinden op onze website. Op die Cognosco-dag, ik zeg het nog eens, gaan we eigenlijk aan de slag zoals leerlingen dat dagelijks doen tijdens een gewone lesdag. Van ons ga je een uitnodiging krijgen met wat extra uitleg. En we gaan ook meteen een opdracht meegeven. En we gaan ook vragen dat je je voorstelt in een voorstellingsfilmpje van 1 minuut. Zo kunnen de coaches, de mensen die jullie gaan begeleiden die dag, jullie ook al wat beter leren kennen. Als je meer informatie wilt over Cognosco, neem dan zeker contact op met onze school, zodat we jullie de juiste informatie kunnen geven. Als ik dan een samenvatting maak voor onze eerste jaar A-stroom, dan neem ik jullie even terug mee in de stappen. Stap 1 is kiezen voor gewoon 1A of 1A Cognosco. In een tweede stap kies je voor een optie. En je kan bij ons op de campus kiezen voor de optie Latijn 4 uur per week, de optie Stem Expert 2 uur per week en de optie Vaste Academie die ook 2 uur per week is. Kies je voor de Stem Expert of de Vaste Academie, dan kan je in het eerste jaar ook de Talentacademie van 2 uur per week kiezen. Leerlingen die kiezen voor Latijn in het eerste jaar, kunnen pas vanaf het tweede jaar een Talentacademie kiezen. Zo, ik hoop dat ons aanbod wat duidelijk was. Als jullie nog vragen hebben, stuur ze ons zeker door. Dan proberen we zo snel als mogelijk hierop te antwoorden. Ben je geïnteresseerd in het aanbod dat we hebben binnen 1B, onze Flextra, dan mag je zeker kijken naar het filmpje dat mijn collega heeft ingesproken. Ben je geïnteresseerd in de visie van de school en hoe we juist werken, dan kan je dat ook terugvinden in een apart filmpje. En stel dat je wat meer vragen hebt over de aanmeldingsprocedure en alle stappen die er nog zijn tussen nu en het begin van volgend schooljaar, dan nemen we jullie ook graag mee in een 4e filmpje. Bedankt alvast voor het luisteren.